heel goedemorgen, dames en heren. We zijn vandaag in Genk in de Seamine. En daar is namelijk een expositie rondom schermen. Schermen staan centraal in ons leven anno 2019. GSM's, vlogcamera's, televisieschermen, iPads. En hier in Genk is daar speciaal een expositie rondom gebouwd. We gaan een kijkje nemen. Pieter-Jan, hartelijk dank voor de uitnodiging. We zijn hier in Genk bij Seamine. Maar waar bevinden we ons op dit moment? Wel, dit is het centrale deel van Screen at Genk. Dit is de compressorenhal. Dit is letterlijk en figuurlijk het grootste stuk van de bewaarde mijn zit nog hier op Seamine. Hier waren vroeger compressoren. Dus we hebben ze allemaal mooi weggestopt omdat we een strakke tentoonstellingsruimte willen creëren. Hier zijn een hoop schermen tentoongesteld. We zien een 40-tal kunstenaars over de hele site. Dat betekent dat er 20-tal in de tentoonstelling Hasselt staan en 20-tal hier staan. Met hier vooral de focus op nieuwe digitale cultuur. En dan kijken we eigenlijk vooral naar hoe dat we met schermen vandaag omgaan. En naar bepaalde maatschappelijke thema's als bitcoins. We kijken naar gaming, we kijken naar privacy, allemaal dingen die gebonden zijn aan die schermcultuur. Een kleurrijk scherm. Ja, dit is een fantastisch mooi werk. Het is een van de meest hypnotiserende werken die je zal vinden op de tentoonstelling. Dit is een werk van Table Robeck, een Amerikaanse kunstenaar, die samenwerkt met een galerij in Amsterdam. En zijn werk is heel erg geïnspireerd op onze beeldcultuur. En je ziet, het zijn heel grafische elementen, heel erg stijlelementen die je herkent van het internet, maar ook van het gaming. Zijn werk is heel erg gebaseerd op game engines. Dat betekent dat hij de software gebruikt die ook echte gameproducenten gebruikt. Mm-hmm. En hij gebruikt eigenlijk diezelfde grafische elementen die terugkomen uit die beeldtaal. En hij gaat dat omzetten in een nieuw type van werk. Is het een triptiek, een 3D, 4K werk, heel hoog in resolutie. En het is een heel hypnotiserend werk. Als je er gaat voor zitten, ga je zien dat mensen, hoewel het een bepaalde populariteit heeft, mensen heel snel erin gezogen gaan worden. En dat komt omdat hij werkt met een aantal elementen die uit de psychologie, uit animatie, uit de gaming, specifiek weten hoe dat ons oog en ons brein kijkt naar het scherm. Okay. En met die grafische stijl gaat hij eigenlijk proberen mensen te triggeren om naar het werk te gaan. En dit duurt minutenlang? Dit is een werk dat specifiek gemaakt is op een artificial intelligence computer. Okay. Dus hij stuurt het zelf voor een stukje aan. Yeah. En het bevat eigenlijk elementen. En zodoende krijg je eigenlijk altijd een nieuw werk dat gestuurd wordt door die computer. Totaal iets anders dan een 15e-eeuws schilderij, kunstwerk. Klopt. Maar ook daar, ik vind het heel leuk dat je het iets maakt. Want ook daar zie je dat men probeerde te gaan werken rond bepaalde perspectieven. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de schilderij van Jan van Eyck, dan werd dat gebouwd vanuit het perspectief hoe dat mensen op dat moment keken. Ook dit werk, letterlijk en figuurlijk, is gebouwd vanuit dat kadertje waar wij vandaag de dag naar kijken. Dus het maakt wel de link hoe dat kunstenaars specifiek die schermcultuur en de framing vandaag de dag eigenlijk beschermen is. Wat je eigenlijk ziet is een schilderij, maar het is eigenlijk een scherm. Je ziet heel schilderachtige beelden. Beelden die heel erg doen denken aan 17, 18, 19e schilderkunst. Maar waar hij eigenlijk de computer gaat gebruiken als kunstenaar of als inspiratie. Centraal in het kunstwerk zit een heel zware grafische computer. Een computer met een hele zware grafische kaart, met een heel zware processor. Die eigenlijk gaat nadenken over beeld. Wat betekent dat? Dat is een soort van een artificial intelligence computer. Dat werkt via wat men dan noemt neural network. Dat betekent dat er aan de ene kant databases met schilderijen. Dus hij heeft een database gemaakt met schilderijen van eeuwenlang portretten. Die koppelt hij aan een artificial intelligence computer, het tweede deel van het neural network, die uit die verschillende, uit die mand van data, en bepaalde stijlelementen gaat nemen en daarmee een nieuw kunstwerk gaat maken. Dus wat je ziet, is een constante stroom aan nieuwe schilderijen. Oh. En dus wanneer je ook hier zou binnenkomen, het is altijd een andere schilderij. Daar kan een traditionele kunstenaar niet tegenop schilderen eigenlijk. Nee. Klopt. En dat is ook een beetje het idee van, kijk, dit is een methodiek, een nieuwe manier van kijken. En dan kan je de vraag gaan stellen van, kijk, is het de computer ondertussen intelligent genoeg om zelf te gaan schilderen en de zaken beter schilderij te gaan maken dan de schilder van vandaag? Of is dit net als bijvoorbeeld de camera obscura of fotografie een nieuwe manier om kunstenaars, schilders in dit geval, te laten nadenken over hun praktijk en dit te gaan incorporeren in
hun eigen praxis als kunstenaar. Aan de beelden te zien speelt het ook weer iets op iets heel actueels in dit kunstwerk. Ja, klopt. Dit is een werk van Karel Philips, een Belgische, Vlaamse, Hindoese kunstenaar. Die dit werk gemaakt heeft een opdracht voor ons samen met een biennale in Oostenrijk. Het werd hem kielhalen, het onder de boot doortrekken hè, van de matrozen die als straf eigenlijk. En het idee zelf vertrekt vanuit onze beeldcultuur. Wat je ziet inderdaad, zijn allemaal found footage, beelden die komen van het internet, beelden die op YouTube gemaakt zijn, met de spreekwoordelijke selfie-stick. Ja. Die allemaal heel erg op elkaar lijken, die allemaal van framing, van structuur, van beeld, eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. Maar als je goed kijkt naar het werk, en je kan er ook onderin gaan liggen, want dat is een beetje het idee dat je in de hangmat gaat liggen, en letterlijk en figuurlijk een beetje zeeziek wordt van de beelden die je als je dan gaat kijken, dan zal je zien dat er beelden bij zijn van mensen die heel veel plezier aan het maken zijn. Plezierreisjes met families op boten. Met enkele scherme lagen ga je diezelfde boten en gelijkaardige mensen zien in al gelijkaardige poses. Maar het zijn dan vluchtelingen die aan het proberen zijn de Middellandse Zee over te steken. En het werk gaat eigenlijk over de binariteit hè, van dat beeld. Dat zowel de mensen die in een zeer positief milieu aan het opgroeien zijn, een heel positief verhaal. Hun selfie-stick en het water op boord staan. Eigenlijk evenzeer een gelijkaardig beeld wordt geleverd door mensen die op dat moment eigenlijk aan het vechten zijn voor hun leven om naar een andere en betere toekomst te varen. Een grote vuilnisbak. Ja, het is een beetje een vreemd werk als je binnenkomt. Ik heb al heel wat mensen die de tentoonstelling binnenkwamen en die dachten dat we aan het afbreken waren en dat de tentoonstelling al gedaan was. Maar het is eigenlijk daar ook een beetje waar de kunstenaar mee wil spelen. Dus het idee wat dat hij hier laat zien, het werk noemt dumpster, dus je moet ook effectief een container instellen. Maar het zijn allemaal browser windows. Dus eigenlijk allemaal browser windows die we kennen uit Windows XP, Windows 95, oudere Linux versies, oudere Mac versies. Die eigenlijk vandaag de dag letterlijk in een vuilbakje zitten. En ons eigenlijk een beetje doen nadenken over de snelheid waar technologie mee verandert. En we zien ook wel heel duidelijk herkenbare onderdelen van die browser windows. Mm-hmm. Van de andere kant zien we ze dat we ze letterlijk en figuurlijk bij het vuil hebben gezet. Ja. En dat daar de kunstenaar een stukje laat nadenken over hoe snel dat technologie verandert en hoe dat bepaalde esthetiek van zo'n browser. Want er verandert het browsersysteem, maar ook de esthetiek die erbij hoort tussen Windows, dat wil zeggen XP. En wat je vandaag ziet. Het is daar eigenlijk dat een beetje dat waar hij mee speelt, hè, die technologie. En van de andere kant vind ik het ook altijd wel een goed werk om daarover na te denken, want dan zie je dat bijvoorbeeld bepaalde functionaliteiten die in de browser Windows zitten, van vergroten, verkleinen, dat die eigenlijk vandaag de dag nog altijd specifiek in zo'n systeem zitten. Browsersystemen, stuursystemen zijn zelfs meer dan 20 jaar oud, maar toch zien we vandaag de dag dat die functionaliteit nog altijd hetzelfde is. Dus je herkent heel veel dingen, dus je kan nadenken over de snelheid, maar ook evenzeer over de functionaliteit van die besturingssysteem. Wil je meer van onze video's zien? Abonneer je dan nu op ons YouTube-kanaal. Like onze Facebookpagina en volg ons via Instagram.